Dit is het begin van de cabaretvoorstelling van Rob Urgert en Kees van Amstel. De voorstelling heeft de ellenlange naam Hoe word ik gelukkiger dan mijn buurman zonder dat het veel kost? Hoe hebben jullie die titel bedacht? Nou, ik wilde graag een lange titel. En Rob wist het thema al. Hij zegt, we gaan het over geluk hebben. Je gaat dan bedenken van, ja, hoe kan je mensen nou prikkelen? Hoe kan je ze nou nieuwsgierig maken? Nou, ik heb ooit bedacht, de meest wervende titel die je kan verzinnen is Nu gratis seks. Dus we hebben een beetje in die trant gezocht. En toen kwamen we uit bij, hoe word ik gelukkiger dan mijn buurman zonder dat het veel kost? Het is belangrijk dat we ons goed voelen. Belangrijk. Wat blijkt uit onderzoek, mensen die lekker in hun vel zitten, die zijn veel beter in staat om een goed gezinsleven te onderhouden dan mensen die niet lekker in hun vel zitten. Dit kennen we, hè? Beter dan, meer dan. Gelukkige mensen die hebben vaak een betere relatie dan ongelukkige mensen. Gelukkige mensen hebben meer vrienden. Ze zijn vaak leuker om naar te kijken ook. Mensen die gelukkig zijn. En blijkt uit ieder onderzoek keer op keer weer. Mensen die lekker in hun vel zitten. Gelukkige mensen die worden ouder dan mensen die niet lekker in hun vel zitten. Het begint als een cursus en die ontspoort in een voorstelling eigenlijk. Dat is het idee. En eigenlijk Rob en